terug van weg geweest. Challenge accepted, waarin wij een opdracht die jullie voor kunnen stellen gaan proberen te voltooien. In videoformat. En ja, het kon natuurlijk niet anders. In de tussentijd is ARMS verschenen. We lagen er even tussenuit met de E3. En deze fighting game van Nintendo is verschenen voor de Nintendo Switch. Dus die gaan we ook spelen in deze Challenge Accepted. Wat we gaan proberen te doen is de survival modus, oftewel de 1 versus 100 modus. Kijken wie van ons het verst komt tegen 100 vijanden die alsmaar moeilijker worden. Dus wie gaat er winnen? We gaan het zien. ARMS Challenge Accepted. Oké. Oh, daar alleen als het te slecht was. Nee. Dat is raar, Bart. Goed gedaan. Mooi. Hij stuurt niet helemaal. Je bent als die perfect, jij stuurt. Bam, die van je hoofd. Dat was eigenlijk. Ga je nou gewoon die grab, de hele tijd schermen? Volgende niveau. Hoe draai ik? Je kunt dashen met de controllers naar links en naar rechts. Dus ze allebei naar links en naar rechts. Wordt die boom raken. Wanneer gaan die beetje nog terug doen? Ik denk in een hoger niveau. Oh, goed afgeslaagd trouwens. Ze doen echt inderdaad helemaal niks. Nee, wacht maar. Je wilt een master mummy move, hè? Ja, allebei de trekkers in het licht. Die andere trekker. Wow! Kijk je master mummy move. Ja, hoe moet dat doen? Triggers. Ja, wat zijn het ook? Ja, kijk, nu doe je het. En nu slaan. Oké, laat maar. Kijk, ze gaan terugslaan. Dat komt dan niet in. Oh, ik zag gewoon een steek. Oh, hier heb je hier denk ik deze steek. Wow, kruiseling slaan, zo ver. Oh, kut. Nee! Wow, nice move, computer. Goed gedaan, Nintendo. Ja, I'm the mummy. Daarom kies ik voor Nintendo. Nu je super. This is a sponsored message. Special move dan. Nee, je kunt beter. Oké, nee, ik ga niet tekst geven. Nee! Hou van weg. Wow! Maar hoe zie ik zijn helft nou wel? Dat is rechtsonder, zie je een balk leeg lopen. Echt? Ja, dat is niet. Oké, dan gaat hij de 100 wel makkelijk halen. Nee. Wacht maar. Jongen! Wat? Wacht. Nu ga ik inderdaad weg. Kijk, zij krijgen ook steeds beter. Wat? Als je denkt dat deze zijn dashes. Ik wil deze opname alleen maar. Ik weet niet eens hoe het spel werkt. 48, schrijf er mee. 48. Ik vind het niet slecht. Volgende. Dat leek nergens op. Dat leek nergens op. Gelukkig ben je al dood, dan kun je niet meer doodschalen. Oh, sick it! Burn Nintendo! En daarom speel ik alleen maar op de Nintendo Switch. Zo! Deze. Nee. Is gewoon opgenomen, stiekem. Oh ja, hij heeft deze natuurlijk net al gespeeld. Wow, dit is best wel een vette move, man. Heeft hij nou boomerangs? Ja. Al hun armen komen terug. Geen probleem. Het zal zijn als je één keer slaat van je armen. Ja. Oh. Lijkt me, weet je wel. Nou, hij is ook echt doormidden ook. Fucking gory. Wow, PG-13. Echt, hij weet ook gelijk hoe hij moet lopen, ja, en zo. Nee, maar dat is. Ik leg het je net uit. Ja, helemaal niet. Jij hebt al gespeeld. Kijk de beelden even terug. Kijk de beelden. Skip even naar het getal wat nu in de beschrijving staat. Ja, doe die knop en dan opzij hem achter naar achter of naar voren. Ik zei dat ook al een paar keer, Daan. Je ik was bent altijd aan het klagen, maar dan vertik je het om te luisteren naar de. Nee, ik was toch geconcentreerd om te spelen. Ik kan het niet meer. Mijn man. Oh, zo. Trickshots. Ja. Hij heeft zijn ult, man. Ja, die had ik niet moeten zeggen. Kijk, dat is hoe je ult goed gebruikt. Nu weet wij het. Het is wel handig als hij met zijn vuisten allebei naar voren doet, dat hij dan een ketting tussen zijn vuisten heeft. Ja, dat is voor mij is dat allemaal. Oh, dat is dat. Dat is zeg maar, dat iedereen ziet van ik ga je grabben. Ja, maar hij komt nu bijna, kijk, hij komt nu tot het punt dat zij ook terug gaan slaan. Ja, hij is wel heel snel naar die 30 geschoten. Ja, dat wel. Maar kijk, nu wordt het gevaarlijk. Dit deuntje gewoon hij kan binnen, hij kan binnen. Oké, 11 popjes, 10 kan niet dood zijn. Hè? Dat kan zeker. Ja. Maar mensen thuis, heeft Akeo wel eens een duckface op? Want dat doet hij altijd heel goed. Laat het weten in de comments. Maar dat is. Kijk, nice Akeo, dit is echt nice. Je bent over Daniel bijna.
Hé, hey, je bent, is hij er al over? Oh ja, dat is hij nu over. Ah. Nu ben je er al bij. Ah, daar neemt hij. Zonde. Best ja. Oh, oké. Okay. Ik hoop zo dat hij... Ah, oké. Jammer niet. Ja, jij wil niet dat ik even zie? Zo, dat was best wel een vette move, man. Mooi. Hij gaat. Hij gaat, ja. Ja, dat is lekker. Ja, het is heel goed, maar hij heeft ook echt nu gelijk moeite door. Ik begin nu inderdaad door te krijgen. Ja, maar Keo is geen gamecriticus zoals wij. Dus Keo is gewoon heel goed in game. Dat waren maar in tijd. Ik zie nu zijn Dark Souls in. Ja, I know. Zo. Jij hebt het al echt elke aflevering wordt gewoon de Dark Souls. Ja, Akeo is goed in alles omdat hij Dark Souls kan. Dat is wel mee te maken. Dat heeft doorzettingsvermogen. Ja, precies. Nou, dat heb ik in game absoluut. Nee, ik ook niet. Ben je krijgt één slag tegen zich straks stopt gewoon. Leg de controles neer. Nou. Ik gooi de controles neer. Ja. Kan ik niet eens meer gamen. Zeg het maar. Na 69. Yeah. Oh. Nice man, dan zou ik hem gaan uitspelen. Ja, maar dan gaat het om tijd, hè? Als iemand, als meerdere mensen de 100 naar. Ja, nu gaan ze terugslaan. Ik ben je helft kwijt. Oh ja, nu ook. Nice, goed gedaan man. Oeh, doorstasje. Oh, ja, nu ben ik. Ik zie trouwens ook niemand blokken tot dusver. Ik denk dat dat mijn geheime tactiek wordt. Tot dusver mijn geheime tactiek. Jij hebt deze keer alleen maar vrienden die mensen gespeeld. Ja. Dus jij weet hoe het moet. Het is gewoon zo. Dit is blokken. Wow! Dat is gooide, blokken. Hij gooide één vijand tegen een andere aan en killde ze daardoor allebei. Vet. Dat is wel de trickshot van de dag. Nou, ik ben er niet geweest. 360 no-scope. Sowieso. Je hebt een kuit. Was erbij. Nice. Je ziet nu wel dat ze allemaal heel veel andere armen hebben. Dus ja. Dat is vooral de lastigheid ervan. Doet hij het weer? Wat vet. Oh, nu ga ik dood. Ja, nee. Ja. Oeh, dat is wel een vette KO trouwens. 87. Zo, nah. Shit, sorry. Dat was wel een vette KO. Wat een verbetering. Wat, je hebt toch echt, niet je bent best wel hoog. Wat een verbetering. Ja, ik vond het ook niet heel goed hoor. Blitz. Oké. Okay. Kun je eigenlijk ook kiezen welke special je hebt? Wacht. Slaan ja. Man. Ja, kom dan. Ik moet even inkomen. Get my bearings, yo. Ik heb twee keer achter. Ik heb tenminste wel een hond erbij, dus dat ik win daar al. Oh ja, die doet ook gelijk dingen. Ja, die doet af en toe wat dingetjes. Oh, daarom dat. Hij maakt ze ook gewoon voor jou dood. Ja, af en toe. Dit is gewoon de Super Mario ster van deze game. Oh, shit, haal hem weg! Haat hem nog. Kom. Waarom blokt hij? Hij is nu al aardig veel gedamaged voor de tijd dat hij nu al speelt. Ja, dat is inderdaad wel zo. Ja. Hij heeft een Superman. Maar hij komt ook een dag. Oh ja. Kom op. Hij is best wel leeg. Wat? Nee, niet. Come nee, op. Ik bedoel die special. Oh ja, ik deed hem ook niet goed. Je hield best wel goed van. Ja, I know. Oh shit, zo. Zo. Waarom doet de blok het niet? Oh, kijk, daar heb ik hem. Oké, ja. Ja, je moet hem best wel lang eigenlijk bij elkaar houden om echt goed te blokken. Die is echt vet. Hij heeft gewoon een tweede personage die ze dood maakt. OP! Ja, hij is niet zo heel OP, joh. Hij heeft nog meer geraakt dan jij. Ja, come on. Dodge hem. Als hij dat iedere keer krijgt, dan heeft hij het niet. Ja, okay. Maar hij is inderdaad al best wel veel geraakt. Ja, ik heal even. En hij is weer bijna vol. Dit lukt wel, Oh, shit. Come on. Ja, het is een trage inderdaad. Ja, we blijven echt heel lang hangen. Ja, ik denk niet dat de trage goed zijn in het survival. Nee. Nee, I know, maar ik had ook misschien. Ja, we hebben natuurlijk nog geen andere armen in lot. Dat zou wel handig zijn. Kom op. Kom maar. Ik ben bijna overdaan. Come on. Oh, maar ze zijn wel langer. Oh shit. Ze zijn wel heel lang. It's not the size that matters. Of misschien een grap over de lange arm van de wet. Ja, dit net al gemaakt. Ja. Oh, echt? Ja. Nee, ik had er mee op moeten letten.
Maar je bent kost heel bezig, kan je. Ja, dat is ook zo, ja. Oké. Oh, shit. Wil dekken. Kak, nou. Hij is wat langzaam, dat is wel echt een probleem. Nou, ik zou wel springen, dat is echt een probleem. Ja, maar... Dat blokken werkt echt goed. Dat blokken werkt af en toe echt voor geen reet. Wow. Echt, hij maakt ze ook voor hem dood. Ja, I know, dat is mijn buddy. Maar ik denk dat dat echt heel meer omdat je dus zo traag bent. Ja. Oh shit. Ja, hij schat in hoe goed de speler is, reed je dan heel. Oh, kak. Kom op, blok. Nice. Wow, dat is zo mooi. Ah, come on. Nee! Zo close. Come on. Switch door naar die volgende. Ah, oh, geef me de help. Bijna. Come on. Ah, yeah. Dat scheelde zo weinig. Je ziet jouw pijn wel niet eens. Ja, maar nu hebben we een probleem. Toen heb je het geluk. Wat een geluk. Ja, maar kom aan. Eén raket, ik ben dood. Ah. Oké, 63, daar doe ik het voor. Dat was gaaf! Jij moet het echt gaan inspreken. Nee, dat is niet. Ah, nice! Helix is wel dood. Oké, dit is zo vervelend. Ja, oh. En daarom speel ik alleen met Nintendo. Je kunt wel met je pookjes switchen van vijanden. Maar is die pilaren maar kapot? Nee. Die pilaren zijn fijn juist. Hoe spring je? Oh, zijn ja. Wow, skills. Ik ben tot bij 6, Peter. Ja, maar ik doe het ook mooi, hè. Dat is een beetje verschil met jullie. Hij is dood! Jeeber, hij laat jou ook echt leven, staat zo voor je. Mm. Maar ze doen inderdaad nu echt niks. Het is gewoon. Ja, ik ben een beetje aan het oefenen. Ja, maar dit is inderdaad wel even. Dat is fijn. En niet gelijk dat je gemarteld wordt. Nice, je hebt je spul. Eeuw! Die move zegt zo wel. Eeuw! Thank you. Oh nice. Bam! Vergeet je ult niet, hè? Hoe doet hij? De andere vinger. Je zou zo'n tikken. Nu. Ja. In de pauze. Met de andere vinger. Doe dan! Nice! Maar je kan er meerdere tegelijkertijd vasthouden. Het ligt eraan welke arm je hebt. Ja. Oh, het ligt aan welke arm voor je special. Ja. En welke karakter die je natuurlijk hebt. Ja. Ja, niet dat je deze als kindje kan spelen. Weet! Kan het? Nee, je kan het niet. Dat is het hele probleem. Oeh, oké. Okay, maar hij heeft echt super lompe armen ook. Oh ja, ook echt wegspringen op fucking pussy. Oeh. Oh! Ik vergeet niet te blokken af en toe. Oh ja, zo hè? Ja. Oh nice. Ah! Oh! Nice! Oh, je hebt je ult. Oh, en je bent gered. Oh. Kijk hoeveel leven je hebt, man. Je ult was echt heel kort. Ja. Nice. Ik ga nu bazen, ik heb het nu echt door. Daar heb je het dan. Akeo is onze arms champion met 87 verslagen donkere helix vijanden. Anyway, hij is onze arms champion van deze challenge accepted en we feliciteren hem. Hij staat daar achter de camera. Ik wou dat jullie hem ook konden zien hoe hij daar nu staat. Hij is prachtig. Anyway, Challenge Accepted voor deze week is er weer vandoor. We willen natuurlijk ook weer verder met dit format. Dus laat het ons weten. Vond je het een leuke video? Maar laat ons ook vooral een nieuwe challenge weten. Heb je een leuke opdracht in een nieuwe game, oude game? Maakt niet uit. Word lekker creatief. Want wij willen graag jouw opdracht om te kunnen accepteren. Dat was het voor deze week. Tom out. Hopelijk heb je ervan genoten. Peace out de ballen. Tot snel. En check ook vooral de review die we hebben van Arms. Want het is een goed spelletje. Op de Switch.